Die maken we Cantonese gebakken rijst. En gebakken rijst die maak je het beste met rijst die een dag oud is. Want dan heb je een mooie droge korrel. En dat bakt beter. Maar allereerst klop je de eieren los. En die bak je dan al roerend totdat ze bijna gaar zijn. Dit zet je weg. Dan verhit je olie in de pan. Dan gaat de ui bij. Die bak je gedurende 3 minuten. Totdat die gaar is. Vervolgens voeg je de stukjes worst en het vlees toe. Dat bak je nog eens 2 minuten. Dan gaan daar de champignons de rode peper, de garnalen, de cayennepeper en de witte rijst bij. Dat schep je goed om. Bak dit gedurende 2 à 3 minuten. Dan voeg je de eieren toe, samen met de bieslook. Dat schep je nog even goed om. En dan is het gerecht klaar. Eet smakelijk!